De gebouwen van het Europarlement zijn groot, heel groot. Er werken duizenden mensen en erg overzichtelijk is het niet. Hier werken bekenden van mij die ik hier in de jaren lang niet gezien heb. Hoe staat het, hè? Ja, dat is echt. Dan zie je ze af en toe denken: hé, zit jij ook nog hier? Toch weet René Rovers na 10 jaar de weg wel te vinden in het Europarlement. Onlangs nam hij een paar gewone Dongenaren mee naar zijn werkplek in Brussel. Ik heb natuurlijk een schat van ervaring. Ik ken alle krochten en uithoeken van dit parlement. En ik vind het echt heel erg leuk om aan de gewone Dongenaar te laten zien. Ja, hoe gaat het daar nou? En mijn ervaringen een beetje over te dragen. En ook, ja, vooral ook te koppelen aan, te verbinden met wat we in Dongen meemaken. Want dat kan heel goed, vind ik. Bijvoorbeeld de verkoop van energiebedrijf Essent, uiteindelijk bedacht in Brussel. We zien daar nu de gevolgen van in Brabant. Ons energiebedrijf wordt verkocht. Nou, dat zijn de dingen die mensen aan hun lijf ondervinden. En dat vinden ze niet positief. Ja, toch aan de andere kant merk ik bij mensen dat ze een soort diep gevoel hebben van dat we toch met z'n allen samen moeten werken. Maar de afstand tussen Brussel en Dongen is groot, merkt ook René Rovers als hij thuis over zijn werk begint. Zo gauw je erover begint te vertellen, dan haken mensen al heel snel af en wordt er gesproken over geldverkwisting, over die heren die met hoge salarissen, onkostenvergoedingen, die op en neer reizen naar Straatsburg en dat soort dingen. Dat soort dingen die komen dan vooral voor het voetlicht en verder weet men het eigenlijk niet. De SP moet niet al te veel van Europa hebben. Ze willen minder Brussel. Hoe zit dat bij René Rovers? Ik ben heel eurosceptisch in de zin dat ik vind dat het beleid wat er in Europa gevoerd wordt, dat een neoliberaal negatief beleid is. En dat maar wel verbind ik daaraan dat er dan ook in Europa strijd geleverd moet worden om het anders te doen. Veel mensen leven na een aantal jaren Brussel op een andere planeet. Daar ben ik ook blij dat ik nog steeds iedere avond naar Dongen ga en dat ik nog in de afdeling actief ben. En dat ik dagelijks nog me bemoei met de stank van Trobas en Echo en de asielzoekers. Maar aan de andere kant, om dat te combineren met de politiek hier, dat is wel erg aansprekend, vind ik. De SP heeft nu 2 zetels in het Europarlement. In totaal heeft Nederland er bij de verkiezingen aanstaande donderdag 25 te verdelen.